webinar voorlopig. Zoals dat je misschien gehoord hebt, wordt ook alles opgenomen om het op YouTube te zetten. Ondanks de regen die nu zwaar aan het vallen is hier in West-Vlaanderen plots, is het toch zomer en hebben we al het een en het ander mogen meemaken de laatste weken, dat niet positief is. Even technisch, voordat we beginnen. Er kunnen vragen gesteld worden in de chatfunctie. Maak je vragen van dat tijdens de presentatie te doen, dan kan ik dat nog verwerken en de vragen doorgeven. Voor vandaag gaan we het hebben over vervoersarmoede. En daarvoor hebben we Eva van Eno bereid gevonden om ons daar wegwijs in te maken. Zij is onderzoekster van de VUB. En houdt zich vooral bezig ook met auto-onafhankelijkheid in Vlaanderen. Ik zou zeggen, technisch ook mensen, zet uw micro af. Ik denk dat iedereen dat op het ogenblik al gedaan heeft. Eventueel ook uw beeld af tijdens de presentatie. En ik zou zeggen, Eva, welkom. En ik geef u het woord om ons gedurende een half uurtje te laten kennismaken met de verschillende aspecten van vervoersarmoede. Ja, dankjewel. Dank jullie wel ook voor de uitnodiging. Fijn dat jullie er zo talrijk aanwezig zijn. Ik ga meteen mijn scherm delen. Even kijken dat ik zeker de juiste vast heb. Zien jullie nu mijn titelpagina, dus mobiliteit? Ja, dat is prima in orde. Ja. Oké, top. Ik werk inderdaad voor de VUB. Ik ben bezig met een doctoraat over autoafhankelijkheid in Vlaanderen en verschillende aspecten of op welke manieren de autoafhankelijkheid zich veruitwendigt. En dus ik ben dus ook verbonden aan de onderzoeksgroep Cosmopolis Center for Urban Research en assistent bij de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Dat is een beetje reclame voor mijn werkgever. Maar ik ga het dus vandaag hebben over vervoersarmoede. Maar ik ben zo vrij geweest om het thema wat breder te trekken en het dus ook te hebben over mobiliteit en sociale rechtvaardigheid. Omdat ik denk dat mobiliteit eigenlijk wel een stuk van rechtvaardigheidsvraagstuk is en zeker ook een sociale kwestie is, dus dat ook te maken heeft met gelijkheid en gelijke kansen. Ik ga in mijn inleiding of het eerste deel van mijn presentatie proberen uitleggen waarom dat ik denk dat dat zo is. Dus ik steek meteen van wal. De toegang tot mobiliteit is niet gelijk. Alleen mobiliteit dat je verplaatst, dat lijkt iets zeer vanzelfsprekend. Je neemt je auto, je neemt je fiets. Je wandelt tot aan de bushalte. De meeste mensen staan daar hoegenaamd niet bij stil. Maar de manier hoe wij ons verplaatsen is zeer verschillend. En dat is bijvoorbeeld inkomensgerelateerd. Misschien even nog tussen bij wijze van inleiding. Mijn onderzoek focust zich voornamelijk op Vlaanderen. En alle cijfers en het materiaal dat ik nu ga voorstellen is ook vooral Vlaams. Dat heeft ermee te maken dat data vooral op Vlaams niveau wordt verzameld. Dus dingen over Brussel ben ik een klein beetje van op de hoogte, maar niet heel goed. En Wallonië weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Dus alles wat ik nu zeg is eigenlijk enkel toegepast op het Vlaams gewest. Maar dus, toegang tot mobiliteit is niet gelijk. Bijvoorbeeld, autobezit is zeer sterk gecorreleerd met inkomen. Allee, dat voelde sowieso ook wel aan. Maar de cijfers van het onderzoek verplaatsingsgedrag, dat is een jaarlijks onderzoek dat bij een representatief staal van mensen die in Vlaanderen woonden wordt afgenomen, komt dat heel duidelijk tot uiting. Dus dan zie je in de linkerkolom zie je het maandelijks netto gezinsinkomen en dan zie je geen auto 1, auto 2 auto's bovenaan de balk. En dan zie je dat bij de laagste inkomens meer dan de helft geen auto heeft. En als je helemaal naar onder gaat, naar de allerhoogste inkomens, alleen vanaf 3000 euro eigenlijk, zie je dat dat uitzonderlijk is om dan geen auto te hebben. Het omgekeerde is ook waar, dus in de rechterkolom bij twee auto's of meer, zie je dat lage inkomens eigenlijk quasi nooit meer dan twee auto's hebben en dat bij grote inkomens, dus zeker vanaf 3000 euro, dat dat meer dan de helft is die daarover zit. Dus daar zie je eigenlijk al een zeer ongelijke toegang, in ieder geval ongelijke toegang tot autogebruik.
En dat verschil in autobezit leidt ook tot een verschil in kilometers die worden afgelegd met de auto. Dat heeft natuurlijk ook een impact op klimaat en CO2-uitstoot. Maar de verschillen zijn opnieuw zeer hard inkomensgerelateerd. Dus opnieuw, links en linkertabel is het persoonlijk netto-inkomen deze keer, dus niet het gezinsnetto-inkomen. En bovenaan heb ik gezet hoeveel kilometers dat er per jaar wordt gereden door de respondenten dan van het onderzoek verplaatsingsgedrag. En dan zie je ook die contrasten weer heel sterk. Dus bij de inkomens van 0 tot 1500 euro, de grootste percentages zitten onder de 10.000 kilometer per jaar. Terwijl vanaf een inkomen van 2500 zijn die lage, minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden in de minderheid. En het omgekeerde zie je dan weer verschijnen als het gaat over 20.000 kilometer per jaar, dan zie je dat die lagere inkomens, dat is nog geen 15% die zoveel rijdt, terwijl dat zeker bij de hoogste inkomens bijna de regel is. Ja. Ik heb hier mijn dochter naast mij zitten. Moest even iets tonen van dat ik even afgeleid was. Maar dus die contrasten tussen lage en hoge inkomens, die zijn er. Hè. Allee, we weten dat al heel lang dat zo is, maar dat zet zich ook wel verder. Dus het is niet dat dat naar elkaar aan toegroeien is of zo. Ook als het gaat over gender, dus verschillen tussen mannen en vrouwen, dan weten we ook al dat mannen vaker met de auto rijden en meer kilometers afleggen. Als het gaat over salariswagens, voor elke vrouw die een salariswagen heeft, zijn er 3 mannen die een salariswagen hebben. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat mannen vaker nog steeds in een hogere loonschaal zitten, waar dat er vaker salariswagen worden gegeven als aanvulling op het loon. Maar dus ook als het gaat over salariswagen, over voornamelijk mannen die in de hogere inkomensklasse zitten. Dus de salariswagen is niet iets voor gemiddelde inkomens, zeg maar. Dus dat is eigenlijk ook een redelijk elitair vervoersmiddel. Een volgend aspect waarom dat ik denk dat de toegang tot mobiliteit is niet gelijk is, is dat de focus van het beleid, dus zowel van Vlaamse overheid, eigenlijk federaal ook, en van heel veel steden en gemeenten op model shift ligt. Dus model shift is een poging doen om verplaatsingen die niet met de auto gebeuren, zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met openbaar vervoer te laten gebeuren. Wat dan natuurlijk een zeer na te streven doel is. Hè. Allee, we moeten dat sowieso doen. We moeten zoveel mogelijk autoverplaatsingen, alle verplaatsingen die veel CO2 genereren, die moeten we zoveel mogelijk proberen verduurzamen. Maar door dat te doen, zegt... dus dat is hier ter illustratie, dat komt uit de beleidsbrief van minister Lydia Peters, dus de huidige minister van... Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dus die zegt ook van, ik zet heel hard in op duurzame model shift. Dus dat is zeer goed te verantwoorden. Dat is zeer logisch, dat is heel nodig. Maar Karel Martens, dat is een onderzoeker, een professor uit Nederland, die heel sterk bezig is met vervoersarmoede en ongelijkheid aan vervoer, die zegt van ja, de ambitie om de autogebruik te verminderen leidt eigenlijk tot de focus op autogebruikers. We zijn zo hard aan het focussen op mensen die eigenlijk nu al zeer mobiel zijn, want ze hebben een auto, dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk zich al gemakkelijk kunnen verplaatsen, dat ze toegang hebben tot een auto, dus toegang tot eigenlijk heel veel bestemmingen ook. En door zodanig te focussen op die groep die we uit een auto willen halen, zien we eigenlijk niet meer dat er nu ook mensen zijn die eigenlijk niet mee kunnen in een mobiliteitssysteem. Dus die ook noden en behoeftes hebben, maar die blijven onzichtbaar doordat wij eigenlijk zodanig aan het focussen zijn op die autogebruikers. Voor mij was dat zelf ook wel een eye-opener, omdat ik ook wel heel hard in die logica zat van model shift en mensen... Mensen moeten uit een auto gehaald worden, maar dan vergeet je inderdaad gewoon dat er heel veel mensen zijn die op dit moment geen auto hebben en die dus ook sommige verplaatsingen misschien niet kunnen maken. Daar kom ik straks, ga ik straks verder op ingaan. En dan als laatste illustratie waarom dat de toegang tot mobiliteit niet gelijk is, is de ruimtelijke versnippering in Vlaanderen. Allee, jullie weten allemaal wel dat de ruimtelijke ordening in Vlaanderen niet is... Of toch niet in die mate georganiseerd is dat ze duurzame verplaatsingen of openbaar vervoer
gemakkelijk kunnen laten werken. Zeer veel versnippering, veel lintbebouwingen, verkavelingen. Dus een ruimtelijke versnippering, wat zou je dan zeggen, binnen de ruimtelijke planning. Dus dat is er. En dan heb je, wat je tegelijkertijd ziet verschijnen, is dat de plekken, de kernen, die wel heel goed toegankelijk zijn met het openbaar vervoer, dus waar je in theorie eigenlijk geen auto nodig hebt om redelijk comfortabel te kunnen leven, dat de woningprijzen daar heel hoog zijn, waardoor dat die plekken die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer eigenlijk niet altijd toegankelijk zijn voor lagere inkomens. Waardoor dat zij eigenlijk naar plekken worden geduwd die, wat dat ik dan autoafhankelijk zijn worden geduwd. Dus die autoafhankelijke plekken zijn dan plaatsen waar dat je eigenlijk bijna een auto nodig hebt om in je dagelijkse voorzieningen te kunnen voldoen. En dat heeft dus die autoafhankelijke locaties als gevolg van onze ruimtelijke planning. Dat heeft natuurlijk wel enkele gevolgen. Een van de dingen wat dat in de wetenschappelijke literatuur car competition wordt genoemd. Dus dat is in een huishouden waar dat er twee of minstens twee volwassenen zijn en slechts één wagen voor het gezin. Is dat er een soort van competitie zeg maar, optreedt binnen de leden van dat gezin wie dat er met de auto mag rijden. Want dat betekent als de ene bijvoorbeeld moet gaan werken met de auto, blijft de andere achter in het huis. Met heel weinig mogelijkheden om zich nog te verplaatsen. Dus dan is het een soort van afweging van wie kan er eigenlijk beroep doen op de huishoudwagen. En dat betekent dus dat één iemand van dat gezin of één volwassene in dat gezin misschien bepaalde activiteiten niet kan ondernemen zonder auto. Een ander fenomeen dat zich ook voordoet, is wat dat we dan forced car ownership noemen. Dus dat is het verschijnsel dat mensen of gezinnen gedwongen worden om een auto te kopen, omdat ze ook anders bepaalde verplaatsingen niet kunnen maken. Omdat ze anders bijvoorbeeld niet op het werk geraken of omdat ze familieleden hebben die ze anders niet kunnen bezoeken of op een of andere manier verplaatsingen moeten maken met de auto. Dus die mensen wonen dan vaak op een locatie die wat goedkoper is qua woningprijzen of qua huishuur. Maar die locaties zijn dan vaker autoafhankelijk, waardoor dat ze dan toch eigenlijk een auto nodig hebben die dan vervolgens ook weer geld kost. En daardoor neemt die auto eigenlijk een te grote hap, of een disproportioneel grote hap, zeg maar, van het huishoudbudget in beslag. Dus die mensen hebben een auto, maar eigenlijk laten hun huishoudbudget dan niet toe. Dat is wat dat ook mogelijk gevolg is van die auto, van wonen op een autoafhankelijke locatie, is dat er heel veel tijd moet besteed worden aan het maken van een verplaatsing. Omdat er bijvoorbeeld eerst naar de bushalte moet gewandeld worden. Vervolgens moet de bus worden genomen, nog een keer overstappen. Dus dat is heel veel tijd. De verplaatsing neemt heel veel tijd in beslag. Of sommige verplaatsingen kunnen misschien gewoon niet gemaakt worden, omdat er op het moment dat de verplaatsing moet worden gemaakt geen tram of geen bus is. Of omdat die niet naar de juiste locatie lijkt, en zo verder. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen, namelijk, en dat is weer een wetenschappelijke term dat we zien in de literatuur, activity penalty. Dus dat wil zeggen dat bepaalde verplaatsingen dus niet kunnen worden gemaakt. En dat zijn vaak verplaatsingen die zich dan voordoen eerder in de vrije tijd. Dus dat gaat over op familiebezoek bijvoorbeeld gaan, familiebezoeken die wat verder weg woont, of gewoon een weekendje of een dag weg met het gezin naar een natuurgebied, of gaan wandelen of een provinciaal domein of wat dat ook is. Maar dus veel activiteiten die bijdragen tot het welzijn van mensen, die ervoor zorgen dat mensen goed in hun vel zitten, kunnen mensen die op een autoafhankelijke locatie wonen en geen auto hebben, zich vaak gewoon niet permitteren. Die kunnen dat dus gewoon niet doen. Dus die blijven vaker thuis. En dat heeft een impact op welzijn. Dus dat is wetenschappelijk onderzocht. En het andere gevolg is natuurlijk vervoersarmoede. En dat is eigenlijk echt een soort van systematisch bepaalde bestemmingen niet kunnen bereiken. Ik heb op de volgende slide de definitie gezet. Dus er zijn verschillende definities van vervoersarmoede, maar als ik het hier heb over vervoersarmoede, dan gaat het dat mensen door beperkte verplaatsingsmogelijkheden niet meer op een volwaardige manier aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. En als dat op een systematische manier gebeurt, eigenlijk, dat zijn dan mensen die
die omwille van die sociale uitsluiting ervaren door beperkte verplaatsingsmogelijkheden. In Vlaanderen is eigenlijk nog relatief weinig onderzoek gebeurd. Dus er zijn weinig cijfers beschikbaar. Dus het is voorlopig nog redelijk moeilijk om in te schatten hoe groot dat aantal mensen in vervoersarmoede is of hoe groot dat de risicogroep is. Dat weten we niet zo goed. We weten wel een paar andere dingen. Een collega van mij heeft zijn doctoraat ging over vervoersarmoede. Die heeft ook onder andere onderzoek gedaan in Vlaanderen. Dus Koos Fransen. En hij heeft bijvoorbeeld wel aangetoond dat het aantal jobmogelijkheden 72% lager ligt voor de mensen die geen rijbewijs hebben. En dat heeft ermee te maken natuurlijk dat heel veel jobs, zeker jobs voor laaggeschoolden, niet in de kern van steden liggen, maar eerder suburbaan in havengebieden, industriegebieden, waar dat heel moeilijk is om te geraken zonder auto. En wat dat ook blijkt uit de cijfers van het onderzoeksverplaatsingsgedrag is dat 67% van de fietsers en 93% van de bus- en tramgebruikers op het moment dat ze de verplaatsing maakten met de fiets of de bus of de tram geen auto ter beschikking hadden. Dus op die moment kunnen die mensen natuurlijk die verplaatsing wel maken, maar stel dat die bus of die tram op een bepaald moment niet meer rijdt, dan hebben die mensen wel een probleem, want ze hebben geen auto of geen alternatief achter de hand. Dus dan kan je wel zien van dat dat potentiële risicogroepen zijn. En dus de voornaamste oorzaken van vervoersarmoede, dat is op basis dus van een Vlaams onderzoek, maar ook internationaal. Allee, er wordt in Europa, ook in de VS, heel veel onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Dat zijn ten eerste fysieke of mentale beperkingen, dus niet in staat zijn om een verplaatsing zelfstandig te maken zonder hulp. Een gebrek aan financiële middelen voor de aankoop en het gebruik van een auto of een abonnement voor het openbaar vervoer. Dat geldt eigenlijk soms ook voor een fiets. Dus de aankoop van een fiets, het onderhoud van een fiets, de aankoop van een slot, een plaats om de fiets te zetten, dat draagt daar zeker ook aan bij. Een sociaal netwerk, hoe sterker een sociaal netwerk, hoe groter eigenlijk de kans dat er mensen kunnen voeren of kunnen begeleiden in het maken van een verplaatsing. En een combinatie van deze factoren uiteraard. En die drie dingen komen ook wel gewoon vaak voor. Alleen mensen die langdurig ziek zijn, hebben meer kans om in de armoede te geraken, om te geïsoleerd te geraken en zo verder. Dus dat zijn dingen die elkaar wel versterken. Dus samengevat zijn eigenlijk de risicogroepen, dus nu wel heel breed. Ja, de risicogroepen om in vervoersarmoede te geraken, dus die gaan niet noodzakelijk in vervoersarmoede vallen natuurlijk. Hè. Maar uit de literatuur kunnen we wel zien dat de risicogroepen dus lage inkomens zijn, vaak vrouwen, alleenstaande vrouwen, alleenstaande vrouwen met een gezin, dus met kinderen, mensen met een migratieachtergrond, ouderen, mensen met een handicap en autoloze huishoudens. Dus dat zijn de groepen die het meeste risico lopen. Dan, ik heb het al gehad over dat onderzoeksverplaatsingsgedrag. Dus dat is een redelijk uitgebreid onderzoek. Daarin wordt er nagegaan welke vervoersmiddelen bijvoorbeeld dat mensen hebben, hoe vaak dat ze zich verplaatsen. Mensen moeten ook voor één dag een verplaatsingsdagboekje bijhouden, waarin dat ze eigenlijk heel gedetailleerd moeten zeggen van ik heb die verplaatsing gemaakt van mijn huis naar mijn werk en dan van mijn werk naar de supermarkt en dan via de school van mijn kinderen terug naar huis. Dus elke verplaatsing staat daarin, ook op wat voor manier dat die verplaatsing is gemaakt, met welk vervoersmiddel en ook hoe lang dat die verplaatsing heeft geduurd. En dus mensen krijgen een dag toegewezen waarin dat ze dat verplaatsingsdagje moeten invullen. En dan blijkt eigenlijk dat 23,6% van die respondenten van dat onderzoeksverplaatsingsgedrag zich die dag niet heeft verplaatst. Dus dat is eigenlijk meer dan 1 op 5 van de mensen die zijn gewoon niet buiten gekomen. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Hè. Dat wil niet zeggen dat die mensen vervoersarm zijn, maar dat is wel een heel groot percentage natuurlijk van mensen dat zich op een dag niet verplaatst. Ik heb het hier trouwens over pre-corona. Hè. Dus dat zijn cijfers van 2018, denk ik. Dus dat was nog voor lockdowns en zo. Dus dat is best een groot cijfer. Ik heb dan eens nagegaan wat dat de reden is van die niet-verplaatsing, want ook daar polst het onderzoek verplaatsingsgedrag naar. En dan zie je dat die
redenen zeer uiteenlopend zijn. Van ja, ik heb gewoon thuis gewerkt. Ja, mijn beroep is gewoon thuis. Ik heb een praktijk, dus ik moet niet buiten komen. Ik moest thuis blijven omdat er een oppas kwam. De loodgieter kwam langs. Ik heb thuis gestudeerd. Ik heb thuis gewerkt. Heel veel andere redenen ook. Van tot in het was Shabbat. Tot ik ben... Ik weet het niet meer van buiten, maar er waren 100 of ik wilde het gras maaien, echt zeer onnozele redenen. Maar 22% daarvan is dus gewoon thuisgebleven omwille van ziekte of handicap. Dus dat is toch een aanzienlijk percentage. En 45% geeft ook aan van ja, ik heb er gewoon geen behoefte aan gehad. Wat dat kan, hè. Allee, dat kan natuurlijk, dat hoeft niet problematisch te zijn, dat mensen zeggen, ik had gewoon geen zin om ergens naartoe te gaan. Dat kan perfect. Dus dat hoeft niet noodzakelijk problematisch te zijn. Maar ik heb dan nog wat verder zitten zoeken en naar van, oh ja, zijn er misschien wat kenmerkende eigenschappen van de mensen die zich niet verplaatst hebben? Dus van de groep die 23% niet-verplaatsers. En komt dan een beetje overeen met die risicogroepen dat ik in het begin heb geschetst. Dus dat heb ik zo aan nagegaan. Dus wat dat je ziet, dat percentage gewoon in het zwart, is het percentage niet-verplaatsers. Dus bijvoorbeeld bij de niet-verplaatsers is 53,6% vrouw. En als je dan kijkt naar de volledige steekproef van het onderzoek verplaatsingsgedrag, dan zie je dat er 50,3% vrouw is. Dus dan zie je dat er bij de niet-verplaatsers iets meer vrouwen zitten. Of dat dat statistisch significant is, dat betwijfel ik, want het is toch iets meer. Als het gaat dan over opleiding, dan is dat zeker, dan is dat niet toevallig, dat verschil. Dus is dat zeker wel statistisch significant. Dus mensen zonder diploma of die enkel een diploma lager onderwijs hebben. Van de niet-verplaatsers was er bijna 32%. Terwijl als je kijkt naar de volledige steekproef van het OVG, van het onderzoek verplaatsingsgedrag, is dat 23,6%. Dus onder de groep niet-verplaatsers zijn die laaggescholden echt oververtegenwoordigd. En omgekeerd gaat voor universitair gescholden. Dus die komen dan minder, dat komt dan minder tot uiting bij de niet-verplaatsers. En hetzelfde patroon zie je eigenlijk bij inkomen. Dat is natuurlijk wel sterk gerelateerd aan diploma of aan scholingsgraad. Maar dan zie je ook dat de lagere inkomens eigenlijk veel meer vertegenwoordigd zijn in die groep niet-verplaatsers dan de hogere inkomens. En zeker bij dat inkomen van de 1000 tot 1500 euro per maand. Dus 53% van de niet-verplaatsers zat in die inkomensgroep. Terwijl als het gaat over de volledige steekproef was dat maar 30%. En dan als laatste zie je ook wel dat die groep zonder rijbewijs hier oververtegenwoordigd is. Dus dat zijn geen supergrote contrasten, maar dat toont wel aan dat die risicogroepen, dat ik in de vorige slide zo wat proberen heb omschrijven, dat we dat wel een stuk terug zien komen bij de niet-verplaatsers van het onderzoek verplaatsingsgedrag. Maar goed, in Vlaanderen, ik zeg het, is er eigenlijk nog veel te weinig onderzoek naar gebeurt. Dus dat zou eigenlijk nog wat meer moeten gebeuren om die cijfers te bevestigen en de redenen daarachter beter te leren begrijpen. Een collega van mij, Koos Fransen, heeft dan samen met Netwerk Duurzame Mobiliteit en Mobiel 21 verder onderzoek gedaan, ook naar vervoersarmoede. En zij hebben mensen bevraagd die zich minstens twee keer in de week niet verplaatsen. Dus dat zijn ook mensen die niet noodzakelijk vervoersarm zijn, maar die dus twee keer in de week gewoon thuis blijven. En zij hebben dezelfde 924 respondenten. Dat is wel over volledig België. En zij hebben op basis daarvan 5 profielen geschetst. Van de, wat dat zij dan niet mobiele Belgen noemen. Eerste profiel noemen ze de mobiele ouderen. Dus dat zijn mensen die gemiddeld ouder zijn, die hoog opgeleid zijn, een hoog inkomen hebben en die hebben zowel een auto als een fiets. De tweede groep zijn wat dat zij noemen de jonge starters. Die zijn jonger uiteraard, die hebben wel een lager inkomen. Die hebben een fiets, maar geen auto en die wonen wel stedelijk. Dat is een van de groepen dat potentieel risico loopt op vervoersarmoede omwille van het feit dat ze laag inkomen hebben, dat ze geen auto hebben en dat ze dus moeilijk een job zullen kunnen aannemen die wat buiten het stedelijk gebied ligt. De volgende hebben ze de mobiliteitsarmen genoemd. Dat zijn mensen van gemiddelde leeftijd, lager opgeleid, ook een lager inkomen, slechte fysieke gezondheid. Die wonen stedelijk, die hebben geen auto,
En die hebben ook geen fiets. Dus die zijn eigenlijk volledig aangewezen op het openbaar vervoer of op wandelen. Die wonen wel stedelijk, dus dan zijn er voorzieningen redelijk nabij. Maar dan nog is dat een groep... Allee, dat is een stedelijk, die mensen wonen stedelijk, want die zijn toch vervoersarm of potentieel vervoersarm. Dan zijn er de suburbane autoafhankelijken. Dus suburbaan is zo wat de randstedelijke gebieden. Hè? Dus dat is, je hebt de stad en dan heb je het buitengebied en daartussen heb je zo wat een tussenzone. Dat we dat suburbane gebieden noemen. Dat zijn mensen die ook wat ouder zijn, gemiddeld opleiden, gemiddeld inkomen. Die hebben een auto, geen fiets. En dus die wonen randstedelijk. Waarschijnlijk is dat ook geen problematische groep, omdat die een plan wel zullen kunnen trekken met de auto. En de laatste groep zijn de plattelandsvervoersarmen. Dat zijn ouderen, laag opgeleid, een lager inkomen, dus die wonen in het buitengebied. Die hebben een auto en die hebben een fiets. Maar doordat ze een laag inkomen hebben, zullen zij hun autogebruik zoveel mogelijk proberen beperken natuurlijk, want autorijden kost geld. Dus dat is ook een groep eigenlijk die een potentieel risico loopt. Dus dat zijn een beetje de profielen die mogelijk leiden tot vervoersarmoede. Dus die jonge starters, die mobiliteitsarmen in de stad en dan de plattelandsvervoersarmen. Dus dat betekent ook wel dat vervoersarmoede niet enkel iets is dat je vindt in het buitengebied, maar dat ook echt in steden kan voorkomen. Dan, mogelijke uitwegen, want die zijn er natuurlijk wel. Eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om goed te definiëren welk mobiliteitsprobleem dat we willen oplossen en wie dat er daar prioriteit bij krijgt. In het vorige gesprekje... Hier hadden we het even ook over de Oosterweelverbinding, over nieuwe projecten voor auto-infrastructuur. Ja, dat is dan een soort van fileprobleem, zeg maar, dat we willen oplossen, of congestie, congestie die zou leiden tot economische schade. Ja, dan kijken we natuurlijk vanuit een hele specifieke bril naar mobiliteit en met Oosterweel of met gelijk andere grote infrastructuur werken voor gemotoriseerd verkeer. Gaan we het probleem van mensen in vervoersarmoede niet oplossen. Hè? Dus als we willen nadenken over sociale rechtvaardigheid en vervoersarmoede, moeten we ook dat probleem als dusdanig definiëren en heel duidelijk schetsen van ja, we geven nu de mensen die op dit moment eigenlijk niet mobiel genoeg zijn voorrang. En iedereen die een auto heeft of die in de file staat, ja, dat beschouwen we eigenlijk als privilege. Dus als je in de file kan staan, dan ben je eigenlijk een gelukszak, want zo mobiel ben je dan blijkbaar wel al. Dus daarbij begint er volgens mij heel veel van welk probleem hebben we hier nu voor ons en welk probleem willen we oplossen, wie gaan we prioriteit geven. Dus dat heel duidelijk expliciteren. Als het gaat over ruimtelijke spreiding van voorzieningen, nu is er een tendens naar steeds meer schaalvergroting, baanwinkels, lintbebouwing, dat is eigenlijk een trend, allee, of tendens, dat zich nog steeds doorzet. Dus er komen nog steeds baanwinkels bij. Er verdwijnen nog steeds kleinschalige voorzieningen uit de kernen. Dus in de nabijheid van plekken waar dan mensen wonen. Dus die trend moeten we omdraaien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat zonder auto naar een baanwinkel gaan, ja, dat gaat in principe wel, maar dat vraagt heel veel moeite. Dat is een onaantrekkelijke omgeving. Dat is vaak ook gevaarlijk met de fiets. Slechte busverbindingen op. Dus dat is een trend dat we volledig moeten omdraaien. En ik denk dat we dan... je kan wel een bakker en een apotheker en een lokale kruidenier willen. Maar goed, je kern, maar dat komt natuurlijk niet vanzelf. Vandaar dat ik belangrijk vind, denk ik, dat lokale overheden eigenlijk opnieuw beginnen met publieke diensten opnieuw in die kernen en in die subkernen te installeren. Dus dat publieke diensten, dat gaat over bibliotheken, maar ook over lagere scholen, over wijkgezondheidscentra zijn daar volgens mij eigenlijk ook ideaal voor. Allee, om die echt in wijken te gaan positioneren. Dat zijn zeer toegankelijke plekken waar dan mensen heel wat voorzieningen kunnen vinden. Dus ik denk dat dat iets is dat de overheid in hand heeft van oké, dat gaan we opnieuw installeren. Dat vergt natuurlijk een heel andere switch, want nu wordt er ook steeds ziekenhuizen bijvoorbeeld ook, die fusioneren ook, die komen dan ook op een plek te liggen die moeilijker met openbaar vervoer of met de fiets, laat staan, te voet bereikbaar is. Dus dat is die tendens van schaalvergroting eigenlijk compleet omdraaien. En dat moet natuurlijk hand in hand gaan met een ruimtelijk ordeningsbeleid en een vergunningenbeleid, dat zo'n baanwinkels
niet langer vergund, dat eigenlijk gewoon zegt van ja, we stoppen daarmee, daar een uitoefbeleid en voorzieningen, dat willen we eigenlijk echt in de nabijheid van woningen, in de nabijheid van kernen waar dan mensen wonen, enkel nog vergunnen. Dus dat moet de focus zijn van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Dan openbaar vervoer speelt natuurlijk een superbelangrijke rol. Ik denk dat we... dat is een beetje een persoonlijke positie van mij, persoonlijke mening, zeg maar. Maar ik denk dat we openbaar vervoer veel meer moeten beschouwen als echt een cruciale openbare dienst. Dus niet zomaar, niet enkel iets om mensen zo snel mogelijk naar hun werk te brengen. Dus niet enkel focussen op gewoon werkassen of de plek waar dat er, of de lijnen waar dat er heel veel mensen tijdens de spits van kunnen gebruik maken. Maar veel breder, dus echt een openbare dienst, zoals dat we onderwijs of gezondheidszorg als openbare dienst beschouwen. Dat betekent ook natuurlijk dat we massaal veel meer openbaar vervoer gaan moeten installeren en niet enkel op de grote assen. Hè. Dus als het gaat over treinen, niet enkel tussen Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, maar dat ook de kleine stationnetjes moeten bediend worden, dat die buslijnen, dat dat fijnmazig is, dat dat naar sociale woonwijken gaat, dat dat alle plekken in de stad of in het landelijk gebied aandoet. Ik zeg hier landelijk gebied, dat voelt sowieso ook wel aan dat dat natuurlijk zeer moeilijk te organiseren is in een regio die zeer ruimtelijk versnipperd is. Maar in ieder geval, het gaat erom om een perspectief eigenlijk te hanteren op openbaar vervoer. Dat een soort van dienstverlening is die ook geen geld moet opbrengen, dat ook niet dat moet zo efficiënt mogelijk werken natuurlijk. Maar een kostendekkingsgraad zou eigenlijk geen criterium mogen zijn op openbaar vervoer, op af te meten. Ik zeg die kostendekkingsgraad niet toevallig natuurlijk, omdat ik ook mij afvraag of dat we misschien af en toe zelfs niet moeten discussiëren om openbaar vervoer of toch bus en tram gratis te maken. Er zijn weer steden die daarmee beginnen, echt vanuit in de sociale insteek. Misschien moeten we dat debat hier ook gewoon aanwakkeren. En als het gaat over openbaar vervoer, denk ik dat we ook heel hard moeten opletten met de verregaande digitalisering. Dus nu ben je eigenlijk verplicht al om bijna een smartphone te hebben. Tickets zijn goedkoper als je ze aankoopt met een smartphone. De tijdstabel, de rittentabel, zeg maar, waarop je de tijd kunt zien dat de bussen toekomen. Dat staat ook allemaal online. Terwijl dat vergt wel wat digitale kennis, dat vergt wel wat vaardigheden. Niet iedereen is daar even goed in, niet iedereen doet dat ook graag. Ik beschouw mezelf zeker niet als een digibeet, maar ik vind dat niet. Ik doe dat niet graag. Ik wil eigenlijk gewoon dienstverlening ter plaatse. Ik wil als ik toekom zien wanneer dat de bus er is of wanneer dat de trein er is. Ik wil ook mijn smartphone niet moeten gebruiken voor de ticketjes en de dingen die ook vaak gewoon niet goed werken, apps die niet betrouwbaar zijn. Dus die digitalisering, denk ik, is nu een beetje te veel aan het doorslaan. Dat zal ook wel kostenbesparend gedreven zijn. Maar ook daar sluit je dan eigenlijk groepen weer mee uit. En dan het potentieel van de fiets onderzoeken en inzetten. De fiets heeft zeker potentieel om mensen in vervoersarmoede wat daar een stuk uit te trekken. Maar ook niet zo... Maar ook... Het potentieel van de fiets is al bij al ook wel beperkt. Er is wel wat onderzoek gedaan in Nederland. Dat is een plek waarvan dat we weten, er wordt daar veel gefietst. Daaruit blijkt dat de fiets vervoersarmoede deels wel kan opvangen, zij het enkel in de steden, en dat het beperkt blijft. Dat er kinderen zijn of dat er boodschappen moeten worden gedaan. In de winterperiode, dat al minder evident is. Ouderen vinden dat ook minder evident. En de actieradius van een fiets blijft al bij al beperkt. En als het gaat dan over het bereiken van bepaalde jobs, is een fiets niet altijd voldoende. En blijkt ook dat, ondanks het feit dat mensen een fiets hebben, dat er bij zoals autoloze huishoudens met lage inkomens toch minder sociale contacten zijn. Dus dat ze minder vaak hun vrienden of familie die iets verder weg wonen zien dan dat ze eigenlijk zouden willen. En dat heeft er dus mee te maken met het feit dat ze geen auto hebben en geen auto kunnen betalen. En dat die afstanden met de fiets ook gewoon te ver zijn. En om af te sluiten wil ik jullie nog een aantal dilemma's voorschotelen als het gaat over duurzame mobiliteit of CO2-neutrale mobiliteit. Denk ik ook van als het gaat dan we weten dat we het aantal kilometers, autokilometers drastisch moeten terugschroeven.
De Vlaamse overheid wil dat zelf ook. Tegen 2030 wil ze 15% minder autokilometers op onze wegen. Dat is heel veel. En dat ze denkt dan nu opnieuw wel in de richting van rekeningrijden bijvoorbeeld. Heel veel steden en gemeenten hebben ook betalend parkeren geïnstalleerd. Er zijn Antwerpen, Brussel, Gent heeft intussen ook lage emissiezones. Maar dat betekent ook dat mobiliteit een stuk te koop is. Hè? Dus op het moment dat je genoeg budget hebt om dat voor sommige mensen gaat dat rekeningrijden niet uitmaken, want hun inkomen is zodanig hoog dat ze het wel gewoon terug, dat ze het wel kunnen betalen. Ook als het gaat over betalend parkeren en lage emissiezones. Op die manier wordt het stadscentrum minder toegankelijk met de auto dan weliswaar. Voor lagere inkomens en mensen met een hoog inkomen, ja, die kunnen gewoon, die blijven gewoon in de lage emissiezone rijden. Of dat betalend parkeer, ja, zij gaan op het eind van de maand niet echt voelen in hun portefeuille. Dus de vraag is ook wel, dus daarmee wil ik niet zeggen dat we die dingen niet moeten doen. Maar als je daar een sociale rechtvaardigheidsbril op zet, dan kom je misschien tot andere conclusies dan gewoon, ja, we moeten lage emissiezones of ja, we moeten rekeningrijden installeren. Dus vandaar ook dat ik zeg dat het een dilemma is. Ik heb daar ook geen eenduidig antwoord op. Een andere vraag dat we ons misschien ook moeten stellen is de mate waarin dat het duurzaam mobiliteitsbeleid van vandaag niet te selectief is. Allee, dat wordt wel eens gezegd, het is nogal gemakkelijk gericht op een middenklasse, jonge en gezonde mensen die in de stad wonen, die zich gemakkelijk daar met de fiets kunnen verplaatsen. Maar die hebben vaak toch nog een auto. En voor hun weekendjes naar de Ardennen of naar weet ik veel waar, houden ze de auto toch achter de hand. Dus het lijkt alsof ze zich duurzaam verplaatsen. Maar in realiteit leggen ze misschien meer autokilometers af dan mensen met een laag inkomen. Dus dat is ook wel een soort van dilemma, denk ik, of een discussie dat we eigenlijk echt moeten aangaan. En dan ook, ja, dat zijn als het gaat over de vervoersarmoede, welke verplaatsingen of welke behoeftes zijn legitiem, hè? Wat is te verantwoorden, tijdens de lockdown is dat een heel fundamentele discussie geweest van wat is een essentiële verplaatsing, maar als we dat in gewone tijden, is die kwestie ook wel aan de orde, want we weten nu dat er mensen zijn die zich niet eigenlijk die niet alle verplaatsingen kunnen maken. Terwijl dat we misschien als maatschappij wel zeggen van oké, we moeten toch een soort van minimumlat hebben dat iedereen aan kan. Dat het een soort van minimum bereikbaarheid die noodzakelijk is en waar dat we ons eigenlijk op mogen beroepen, ook de samenleving eigenlijk iedereen kan bieden. Dus wat is de minimumbereikbaarheid? Maar tegelijkertijd, en dat is misschien nog een groter dilemma, vraag ik mij af, ja, misschien moet er ook wel een bovengrens zijn. Hè? Misschien zijn er wel een soort van luxe verplaatsingen die we in vraag mogen stellen, omdat ze heel veel CO2-uitstoot genereren. Naast die minimumbereikbaarheid moet er misschien ook ergens een lat zijn waar dat we vervolgens niet boven mogen, omdat we weten dat als het gaat over klimaat, eigenlijk extreem problematisch is. Maar dat grijpt natuurlijk heel erg in op het persoonlijke leven van mensen, want dan ga je eigenlijk bijna gaan zeggen van dat en dat mag je niet langer doen. En dat vergt ook echt het fundamenteel herdenken van ons mobiliteitssysteem. Maar goed, desalniettemin denk ik dat dat wel vragen zijn dat we ons vandaag moeten beginnen stellen om als we een klimaatneutraal mobiliteitssysteem dat ook sociaal is, dus dat eigenlijk ook toegankelijk is voor mensen met een laag inkomen of mensen die minder digitaal vaardig zijn en zo verder, waar dat zij dus ook op een volwaardige manier aan kunnen deelnemen. Dus dat zijn dilemma's waar dat jullie doorheen de zomer misschien nog wat verder over kunnen nadenken of waar dat we nu nog over kunnen discussiëren. Ik heb ter afsluiting nog een overzichtje gemaakt van wat literatuur dat ik denk dat wel interessant is. Voor de mensen die hier graag nog wat meer over lezen. Meestal is het Nederlands. Behalve Karel Martens, want dat is dus wel een beetje de figuur, zeg maar, de laatste jaren toch binnen het wetenschappelijk onderzoek die op vervoersarmoede heeft gewerkt. Dus het is wel de moeite ook voor wie dat er wat Engels kan om ook die dingen eens te raadplegen. Voilà, ik ben uitgepraat. Ik ga mijn scherm even weghalen. Voilà. Dank u voor de uitgebreide uitleg op een drafje, maar het was ook een heleboel informatie die we gekregen hebben. En ook dank aan uw twee kinderen dat ze
het uitgehouden hebben in die periode. Ze doen hun best. Er zijn wat vragen gekomen in de chat. Er zijn wat vragen gekomen vooraf. Als we spreken over mobiliteit, dan denken wij vooral aan verschillende aspecten. We denken aan de lijn, we denken aan spoor, uiteraard, NMBS. Vliegreizen, auto's, deelauto's, als het ons zo omschrijven. De lijn zien we op het ogenblik een... Maar ik denk dat het een algemene tendens is. De lijn zit eerder in een afbouwscenario in ons, volgens ons voelen, in plaats van een opbouwscenario. Zeker voor oudere mensen en die landelijk wonen. Ik woon landelijk, maar ik kan me nog verplaatsen. Gaat dat problematisch worden. Ja. Op een bepaald moment heeft men dus gekozen ook voor belbussen. Maar blijkbaar staat het ook onder druk. Dus zijn daar tendensen? Is daar invloed op? Wordt dat bestudeerd om toch dat openbaar vervoer op een zeker niveau te houden? Of gaat dat economisch denken, laat het mij zo omschrijven, daar de bovenhand krijgen op het sociale en dienstverlening? Ja. Ja, ik ben nu niet zo heel... Ik weet dat jullie ook een webinar hebben georganiseerd rond basismobiliteit en basisbereikbaarheid. Van de lijn, dus dacht ik, ik ga daar niet te veel op ingaan, omdat ik niet het risico wilde lopen van dingen te herhalen. Maar dus die basismobiliteit, samengevat, was dat een soort van garantie dat iedereen op een minimum afstand een halte van het openbaar vervoer in de buurt, op minimum afstand van de woning een halte van het openbaar vervoer had. Hè. Dus dat had eigenlijk wel een soort van gebiedsdekkend openbaar vervoerssysteem. En dat je van het begin af aan eigenlijk... en dat was, de insteek was toen heel sociaal. Hè. Dat was heel expliciet met de sociale agenda. Dat is ook wel heel snel onder vuur komen te liggen, omdat dat niet kostenefficiënt is en omdat die bussen... dat waren dan de zogezegde lege bussen die overal maar rondrijden. Dus dat heeft heel zwaar onder vuur gelegen. En dat is door de jaren heen heel tijd meer in die kostenefficiënte logica geduwd. Dat is het nu uitgemond in wat dat basisbereikbaarheid zit en verschillende... en het openbaar vervoer, of zeg maar de lijn wordt nu in een soort van hiërarchie, hiërarchisch gestructureerd. Dus heb je eerst u boven, ik ben even vergeten hoe het heet, het kernnet, waar dat dus de grote lijnen op zitten, die vooral geënt zijn op woon-werkverkeer. Dus die de grote centra aandoen, de grote wat industriegebieden, waar dat er heel veel werkgelegenheid is. Dan heb je zo het onderliggend, het aanvullend net. Dat wat meer van landelijke kernen, zeg maar, of van kernen dan naar het hoofdnet moet leiden. En heb de aanvullend, en dat is eigenlijk de rol dan van eerder de steden en gemeenten, het vervoer op maat. En dat is een beetje wat dat de belbus vroeger was. Hè. Dus dat vervoer op maat kunnen gemeenten dan zelf invullen. Ik ben geen openbaar vervoersspecialist, maar goed, wat ik er nu van weet of wat ik ervan gelezen heb, is dat eigenlijk de budgetten om dat vervoer op maat zeer goed te organiseren beperkt zijn, te beperkt. Dus dat er heel veel, bijvoorbeeld op vrijwilligerschap moet gerekend worden om die minder mobiele centrales of zo goed te laten functioneren. Dus dat vervoer op maat wordt eigenlijk, naar mijn gevoel, nogal stiefmoedelijk behandeld in vergelijking met dan... Dat groot, het hoofdnet, waar dat er dus de meeste passagiers op zitten, waar dat er het economisch, zeg maar, het meeste brood uit te halen valt. Maar volgens mij klopt die logica dus niet. Hè. Allee, als je dat vanuit een sociale rechtvaardigheidsbril bekijkt, is dat niet genoeg. Allee, dan moet dat vervoer op maat, moet dat dezelfde kwaliteit bieden als het hoogste lege net, zeg maar. Dat moet minstens zo toegankelijk zijn. Allee, dat mag niet de bedoeling zijn dat mensen 2 dagen op voorhand een busrit moeten reserveren en dat ze dan moeten hopen dat er een vrijwilliger komt die hun naar een verplaatsing, die verplaatsing wil uitvoeren. Dus ik denk die tendens is meer en meer gaan, meer en meer aan het gaan naar de evaluatie van de lijn zit meer en meer in van is de kostendekkingsgraad, zeg maar, hoog genoeg in plaats van bereiken we het publiek dat we willen bereiken. Ik ben deze zomer of na de zomer, ik heb samen met 2 collega's aan een boekhoofdstuk geschreven waarin dat we het Vlaams openbaar vervoersbeleid
zo wat hebben doorgelegd. Allee, dus te zeggen, we zijn naar de verslagen van plenaire vergaderingen aan de Vlaamse Commissie Mobiliteit en Openbaar Werken hebben we gekeken om te zien ook van hoe is zijn die prioriteiten ten aanzien van openbaar vervoer verschoven. En tussen zeg maar Stevaart, eind jaren 90, begin 2000, die dus basismobiliteit op de kaart heeft gezet. En nu zie je dat dat helemaal verschoven is van dat is die sociale rol die eerst het belangrijkste was, de voornaamste functie van het openbaar vervoer was, zie je eigenlijk nu van ja, die rol om mensen uit de auto halen en moest zo snel mogelijk zijn en kostenefficiënt mogelijk zijn. Dus er is daar een tendens aan de gang die volgens mij niet de juiste is, hè. Allee, die dat eigenlijk compleet zou moeten omgedraaid worden. Ja, goed. Dus inderdaad ook, ja, we hebben inderdaad een webinar rond de lijn gehad. We zijn ook rond lijn 7 in Mortsel actief geweest, omdat dat ook een mooi voorbeeld is van het afbouwen. Ja, ja, want dat wil ik nog. Ja, want het probleem is echt ook niet enkel in landelijke gebieden. Hè. Allee, in Gent, waar ik nu woon, zijn er ook plekken, allee, niet het centrum, maar dan zowel die wat verder weg van het centrum zijn. Allee, hele woonwijken die eigenlijk een bushalte verliezen. En daardoor is ook een heel stuk dienstverlening van de lijn verliezen. Dus het is echt niet enkel een probleem van landelijke gebieden of van waaraan stedelijke gebieden. Het is ook echt een stadscentra. Of in steden dat probleem zich stelt. Zo die afbouw van openbaar vervoer, dat is echt... dat is echt aan het gebeuren en dat is niet zomaar ergens zomaar in perifere gebieden. Niet enkel. Ja. Ik sprak daar straks over de lijn. NMBS, denk ik, is een beetje hetzelfde. We hebben samen gezeten met een aantal mensen van het kabinet van minister Gilles Quinet, omdat hij een nieuwe overeenkomst moet maken met Infrabel voor de toekomst. Met onze verzuchtingen, dus ja, we kennen het allemaal, de staat van de stations, het opstappen op de trein, afstappen van de trein, dat niet altijd evident is. Maar daar zien we ook dezelfde tendens, dat feitelijk de kleine stations afgebouwd worden en geconcentreerd worden op de centrale functies. Hè. Dus, Ja, loketten en zo, die verdwijnen ook. Hè. Allee, dan is er misschien nog wel een stationsgebouw, zoals schuilruimte, maar loketten die toch ook... Allee, waar dat er mensen zitten, waar dat er sociale controle is, waar dat je een vraag aan kan stellen. Dat verdwijnt ook. En dat zit ook in een efficiëntielogica. Allee, of die economische efficiëntielogica. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor minder dienstverlening, slechtere dienstverlening. En dus het minder toegankelijk worden van openbaar vervoer, toch, naar mijn mening. Deelauto's werd geopperd. Ik weet, in Gent die zijn daar zeer actief in. Ik woon landelijk. Voor mij is dat spijt genoeg geen oplossing, anders zou ik het dadelijk doen. Maar je ziet ook, het hangt ook dikwijls af van lokale besturen, of dat ze daar echt voor openstaan. Ja, dat is zo. En als het gaat over deelauto's ook, daar gaat... In België in ieder geval is er, naar mij weet, ik ken het toch niet echt, als we wat gestructureerd onderzoek nagedaan naar de effecten van deelmobiliteit, bijvoorbeeld op mensen met laag inkomens. Maar er zijn wel, dat zijn dan eerder zo de anekdotische verhalen dat ik wel gehoord had. Bijvoorbeeld van mensen die dan bij Cambio werken of die actief zijn bij Degage, dus het particulier autodeelsysteem in Gent. Dan blijkt dat, voor die autodeelsystemen is er altijd wel een instapkost nodig. Dus je hebt een minimumbedrag dat je moet betalen om te kunnen deelnemen. Allee, dat is logisch ook natuurlijk. Hè. Die organisaties hebben een financiële buffer nodig. En dat is voor vaak al een grote drempel. Bijvoorbeeld €150 in één keer leggen is voor veel mensen al te veel. Maar goed, dat zou je nu nog wel volgens mij kunnen oplossen. Maar wat dat er ook gebeurt, is dat is misschien ook op te lossen, maar dat toont maar aan dat die dingen allemaal niet zo heel evident zijn, is dat je bij Cambio, maar bij Degage ook, rij je eerst en vervolgens krijg je je factuur. Dus na een maand, bij Degage is maar na 3 maanden. En die factuur valt soms hoger uit dan mensen hadden ingeschat. Wat dat dan weer voor betaalproblemen en zo zorgt. Dus ook die deelsystemen, dat zorgt ervoor dat je geen eigen auto moet betalen, dus dat je die kost niet hebt. Maar daarvoor is er ook een soort van kennis nodig en inschatten van oké, hoeveel gaan die kilometers meer kosten? Want het lijkt alsof je in eerste instantie gewoon een maand gratis rijdt, maar dat is natuurlijk niet zo. En de factuur achteraf,
komt dan vaak te hoog uit. Dus ook dat is problematisch. Allee, ik denk niet dat dat niet oplosbaar is. Allee, je zou het anders kunnen factureren en tralala. Maar dat betekent wel natuurlijk ook dat de manier waarop dat systeem nu georganiseerd is, opnieuw misschien wat te veel is op maat van mensen die zeer digitaal vaardig zijn, die gemakkelijk hun weg vinden in die dingen. Dus ook daar zou er... Maar ik denk dat die aanpassingen, dat dat haalbaar is, dat dat op zich ook niet zo zeer groot is. Maar ook opnieuw moeten we dat dan bekijken van oké, als het gaat over de doelgroep dat we hier willen bereiken, wat moeten we doen, wat moeten we aanpassen? Ik weet dat Degage is ook heel hard aan het proberen, dus de particulier autodeelsysteem, heel hard aan het proberen om breder te gaan. Dus sowieso niet enkel de hoogopgeleide groene, zeg maar tussen aanhalingstekens, gezinnen te bereiken. Die zeggen ook dat dat heel moeilijk is. En ook, dat is ook opnieuw wat anekdotisch, dat heb ik dan gehoord van de dame die voor de stad Gent op vervoersarmoede werkt, dat er ook mensen zijn die een soort van schaamte voelen om een deelauto te gebruiken, omdat een omgeving dan ziet dat ze geen eigen auto kunnen kopen. Dus er zit daar ook een stuk van gêne dan in, van ja, we moeten het met maar een deelauto doen. Dus dat is ook eigenlijk een hele switch dat er moet gebeuren ten aanzien van deelsystemen. Allee, dat je eigenlijk kan verrijken in plaats van dat dat iets is, dat dat een stigma is. Dus ook daar is er is helaas ook geen simpele oplossing. Wel een mogelijke oplossing, denk ik. Zeer een opening, maar ook daar moet er nog wel het een en het ander gebeuren vooraleer dat breder kan uitgerold worden naar de doelgroep. Dat is goed. Om te eindigen, er was iemand die een opmerking maakte, maar ik heb ze hier nu niet. Dat we feitelijk zitten nu inderdaad in het systeem van kostenefficiëntie en dat soort zaken. We zijn ver weg van hetgeen dat vroeger de gratis bussen en zo uitgerold werd. Mogen wij op hoop leven? Of is dat, ja. Denk je dat daar mensen zijn die... Ja, we moeten altijd op hoop leven. Ja, maar moeten we altijd. Zelfs als het zwaar regent gelijk niet. Maar zijn daar tekenen aan de horizon dat zoiets kan switchen? Of ja, ik denk dat wel. Allee, ja, het is wat hij zegt, we moeten op hoop leven. Ik denk dat ook, er zijn heel veel kleine initiatieven, heel veel van onderop mensen die dingen proberen te doen, die zoeken. Allee, het feit dat bijvoorbeeld Netwerk Duurzame Mobiliteit nu ook onderzoek begint te doen over vervoersarmoede, dat binnen heel de milieubeweging ook die sociale rechtvaardigheid toch ook zo wat meer op de agenda komt te staan. Dat zijn voor mij toch zo wat hoopvolle signalen. Er is ook meer onderzoek bijvoorbeeld naar vervoersarmoede. Allee, er is ook wel een soort van tegenbeweging, denk ik. Dus er zijn wel in die zin hoopvolle signalen. Maar het zal niet vanzelf gaan. Allee, echt niet. Allee, dat is denk ik ook. Naast een hele de ecologische strijd is het toch ook nog steeds echt een sociale strijd die moet gevoerd worden. En volgens, allee, naar mijn mening, in het beste geval samen. Dus is de klimaatcrisis zeg maar ook een sociale crisis. Dus moeten die twee dingen gecombineerd aangepakt worden. Maar ik blijf toch hoopvol. Anders zou ik niet... mooi te zeggen dat we nog op hoop moeten blijven en kunnen blijven in geloven, want het is duidelijk dat we nog wel een weg af te leggen hebben op vele gebieden feitelijk. Hè. De klimaatrechtvaardigheid is ook een van onze thema's die daar zeker aan bod komen en die zelfs in de plannen die nu voorliggen, die er ook dikwijls nog te veel aan ontbreekt. Goed, ja. Ik zou zeggen, bedankt in elk geval voor de omstandige uitleg. Als je tijd hebt in de chat, waren er nog een aantal vragen waar je eventueel nog iets kunt op reageren. Ik ga ondertussen wat spreken, niet over een volgende webinar, want die is voorlopig nog niet gepland. Maar wel eens over de acties die op komst zijn.